En zo gaat het spel duidelijk op de wagen, waarbij Marcos Wisch nog altijd leidt. Ladies first in het derde spoor. Daartussendoor hebben we dan Jort en aan de binnenzijde is het paard nummer 4, Moneymaker BR. Ook Esperanzo Dipo, een gigant van een outsider. Die is langzaam maar zeker wat naar voren gekomen, maar had wat moeite met die bocht. Als de deelnemers dan voor de laatste maal naar de overkant van de baan gaan. En daar komt Wim Brouwer aan de buitenzijde. Die zet serieus de aanval in met zijn ladies first. Aan de binnenzijde dan Marcos Wisch. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde ook nog nummer 4. En dat is Moneymaker BR. Jort loopt weer eens een geweldige koers. Maar die nummer 1, ladies first, die is ontketend. En heeft inmiddels een voorsprong van anderhalve lengte. Maar Hiltje wil het nog niet opgeven met Marcos Wisch. En volgt op de tweede plaats Jort aan de buitenkant. En dan het nummer 4 van Moneymaker BR. Het ziet er goed uit voor Willem Brouwer. En ladies first heeft een gezonde voorsprong. Maar de finish komt eraan. En ze komen nog een keer helemaal aan de buitenkant. Jort, Sjaak Straver. En tussendoor Marcos Wisch. Marcos Wisch denk ik net voor ladies first. En aan de buitenzijde Jort. En zo werd het toch een hele, hele mooie koers. Deze Ecohimprijs. En ik denk toch nog gewonnen door de favoriet Marcos Wisch. Maar hij maakte het spannender dan op voorhand verwacht. We kijken nog even naar de slow motion of we het bij het juiste eind hebben. Ja, dat zou moeten zijn, hè. Marcos Wisch de winnaar voor nummer 1 ladies first. En de 5, Jort. Jort loopt een wereldkoers natuurlijk. Vierde, Moneymaker Bear. Hartstikke bedankt voor jullie geweldige bijdrage. We gaan ze niet te lang laten wachten, want we hebben hier de winnaars. En we gaan samen met Sander Veenstra richting Hiltje Tjalsma. Want zij heeft de klus geklaard met Marcos Wisch. Een 4-jarige donkerbruine ruin van Offshore Dream uit Paris B. Gefokt door de heer Kloosterman, bezit van Stal PD. Trainer Bas Krebas, rijder vrijster Hiltje Tjalsma. En zij ontvangt namens Ecohimp de bloemen en een prachtige bokaal. Hiltje, gefeliciteerd. Ja, Bas had zich woorden laten ontvallen. Als hij dit niet wint, dan vreet ik mijn schoen op. Maar het werd allemaal nog aardig spannend. Nou, dat zeg je goed. Dat werd even heel spannend. Want voor de laatste bocht, Wim kwam zo hard. Ik kon nooit zo snel meekomen. Hij was een beetje gemoedelijk en kreeg hem niet aan de praat. En ja, de laatste. Is hij dat van zichzelf gemakkelijk? Ja, dan wordt hij gemoedelijk. Kijk, dat zie je wel. Zodra toen Jort een beetje het doorspoor op kwam rijden. Ja, dan pakt hij het op en dan... Dus dat Jort nog een keer terugkwam was eigenlijk je redding? Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. En mijn redding is dat hij zo groot is. Ja. Ja. Zijn neus naar voren staat. Ja, precies, precies. Nou ja, hij is binnen. Ja, zo is dat. Hiltje Tjalsma, hij heeft hier de klus geklaard met de favoriet in de Ecohimprijs. Marcos Wisch, fantastisch paard. Geef hem een geweldig applaus. Uw favoriet in het eerste Victory 5 onderdeel maakt het waar. Marcos Wisch, Hiltje Tjalsma. De aanval van paard nummer 6, Marcos Wisch, en die neemt de leiding. Marcos Wisch gaat het veld op sleeptouw nemen met op de tweede plaats dan aan de binnenzijde het nummer 4 van Moneymaker BR. In derde stelling hebben we aan de binnenzijde Ladies First en aan de buitenzijde de opkomende Luigi Il Mago met aan de binnenzijde Esperanzo Dipo. En in de start van het veld gaat er een kanarie van de benen en dat zou dan paard nummer 8 Kairouan moeten zijn. 3 volledige rondes nog te gaan aan kop van het veld. De favoriet, paard nummer 6, Marcos. Uitgeschakeld, met 8 galop. Paard nummer 4, Moneymaker BR. En dan aan de binnenzijde de 1, ladies first. Met in het tweede spoor geen makkelijke koers voor Ferry met Luigi Il Mago. Is de ideale gangmaker voor Jort. En aan de binnenzijde een zuinige koers voor Esperanzo Dipo. En aansluiting is er voor King Fanatic.
Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En als een groot vorst aan de leiding, uw favoriet paard nummer 6, Marco's Wish. Heeft die lengte? Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Luigi Il Mago. Die komt wat naar voren. Komt op gelijke hoogte met paard nummer 4, Moneymaker BR. Maar dat gaat Straver niet hard genoeg. Hij brengt zijn jort in stelling in het buitenste spoor. En die gaat eens kijken of er wat te halen valt aan kop bij paard nummer 6, Marco's Wish. Maar dat zal niet meevallen. Maar Jort gaat er in ieder geval een eerlijke en harde koers van maken. En we komen in de rechte lijn 2 aan 2 met nog twee volledige rondes te gaan. En aan de binnenkant Marco's Wish aan de leiding. Jort aan de buitenzijde. Daarachter Moneymaker BR. En in het tweede spoor Luigi Il Mago. Daarachter is het dan Ladies First voor Esperanzo Dipo. En aan de binnenzijde paard nummer 7, King Fanatic. En zo verandert er niet enorm veel. Is het aan de leiding nog steeds gemakkelijk. Paard nummer 6, Marco's Wish. Marco's Wish. En aan de buitenzijde Jort. En aan de binnenzijde dan die Moneymaker BR. Dat is nog altijd het leidend drietal. Met verreweg in het veld dan Luigi Il Mago. En die wordt gevolgd door paard nummer 1, Ladies First. Achter Ladies First hebben we dan Esperanzo Dipo. En er is aansluiting, nou ja, op 2,5 lengte dan voor paard nummer 7, King Fanatic. Paarden zijn halverwege de bocht en vooraan is Jort inmiddels tot geheel naast de koploper paard nummer 6 Marco's Wish gekomen. En samen gaan ze straks de laatste ronde in met daarachter dan Moneymaker BR. Kan die misschien lachende derde worden? Komt meer reactie, want ook aan de buitenzijde wordt Ladies First nu in stelling gebracht. En zo gaat het spel duidelijk op de wagen waarbij Marco's Wish nog altijd leidt. Ladies First in het derde spoor. Daartussendoor hebben we dan Jort en aan de binnenzijde is het paard nummer 4 Moneymaker BR. Ook Esperanzo Dipo, een gigant van een outsider, die is langzaam maar zeker wat naar voren gekomen, maar had wat moeite met die bocht. Als de deelnemers dan voor de laatste maal naar de overkant van de baan gaan. En daar komt Wim Brouwer aan de buitenzijde. En die zet serieus de aanval in met zijn Ladies First. Aan de binnenzijde dan Marco's Wish. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde ook nog nummer 4. En dat is Moneymaker BR. Jort loopt weer eens een geweldige koers. Maar die nummer 1, Ladies First, die is ontketend. En heeft inmiddels een voorsprong van anderhalve lengte. Maar Hiltje wil het nog niet opgeven met Marco's Wish. En volgt op de tweede plaats Jort aan de buitenkant. En dan het nummer 4 van Moneymaker BR. Het ziet er goed uit voor Willem Brouwer. En Ladies First heeft een gezonde voorsprong. Maar de finish komt eraan. En ze komen nog een keer helemaal aan de buitenkant. Jort, Sjaak Straver en tussendoor Marco's Wish. Marco's Wish denk ik net voor Ladies First. En aan de buitenzijde Jort. En zo werd het toch een hele, hele mooie koers. Deze Ecohimprijs. En ik denk toch nog gewonnen door de favoriet Marco's Wish. Maar hij maakte het spannender dan op voorhand verwacht. We kijken nog even naar de slow motion of we het bij het juiste eind hebben. Ja, dat zou moeten zijn, hè. Marco's Wish de winnaar voor nummer 1 Ladies First. En de 5, Jort. Jort loopt een wereldkoers natuurlijk. Vierde, Moneymaker BR.